Hi, ik ben Mengvan. Ik ga vandaag een diamantgaas, dat is van rundvlees, met ketchupsaus maken. Deze stuk die ziet uit als varkensgaas, maar dat is diamantgaas en dat is van rund. Daar is die. Daarnaast heb ik champignons nodig, winterbeen, Turkse paprika, prei, rode ui, shallot, knoflook en nog gember. En bamboeplakjes. Lijkt of een horing is van over de naam van alle ingrediënten zijn. Ik begin met deze te bewerken. Die ga ik in plakjes snijden en dan marineren. Het voordeel van zo'n stukje diamantgaas is dat die nou eigenlijk al helemaal schoon is. Het is anders dan de osgaas. Als je nou bij groothandel een stukje osgaas haalt, dan moet je nog heel veel werk aan doen. Maar deze niet. Deze is al goed schoon. Dus ga ik nu alleen maar de plakjes uithalen. Ik denk dat ik te veel heb aan deze. Ga ik even in het midden doen. Door midden. En dan zo schuin plakjes te afsnijden. Eén gerecht is dit al voldoende. Beetje zout. Niet te veel, want zometeen die saus heb je ook al heel veel smaak. En klein beetje vetting. Peper. Niet vergeten een paar druppels mijn heerlijke oestersaus. Klein beetje aardappelzetmeel. Even mengen. Rijstwijn. Die mag wel goed borstje kan hebben. Je moet eigenlijk zo lang doorgaan totdat die rijstwijn helemaal opgenomen wordt. Hierdoor krijgen de vlees nog extra veel vocht in. En dan blijft die gewoon lekker vochtig zometeen. Dus niet van het droge stuk. En als laatste. Ja, olie. Nu ziet hij heel mooi glimmend uit. Nou, knoflookpennen. En een shallot. Die ga ik weer lekker in mijn kleine blendertje doen. En nu ga ik ze in zo'n mini hakkenmolen doen. En dan ga ik gewoon lekker fijn hakken. Is fijn, maar nog niet fijn genoeg. Ja, ik denk dat nog fijner krijg je ook niet met deze hakmes. Maar het is wel fijn genoeg voor mij. En dan ga ik nu eerst de saus maken. Kijk, deze die is de ketchup mani. Die ga ik gewoon maken. Maar ik ga, kijk, deze kun je natuurlijk al zo gebruiken. Maar ik ga, krijg het niet open. Ik heb zo wat. Dat is het trucje. Deze ga ik aanmaken met dit en dat. En nog een beetje water erbij. Zodat ik ietsjes minder zout. Ik heb het net geproefd. Deze is heel erg zout. Nu wacht tot het wok heet is. Oké, een beetje olie. Knoflook. En shallotmix. Rustig bakken. Bakken totdat knoflook gewoon een beetje bruinig wordt en dan lekker ruikt. Gebakken knoflook is echt zo lekker. Ruikt zo lekker. En het heeft ook zo'n mooie kleur. En nu doe ik sambal erbij. Sambal oelek.
En een goede lepel. Doe een heel klein beetje water erbij. Nu ga ik ze helemaal erin gooien. Kijk, dit maak ik niet voor één gerecht. Maak ik die bewaar ik, de rest bewaar ik. Dit is pittig ketchup. Ja, die is goed pittig. Doe ik nu een beetje zout bij. Is zo suiker. Zoals zoet, maar dat is een ander soort zoet. Er is ook een lepel zout suiker bij. En een beetje fettuccine. En peper. Beetje oestersaus. Ik vind de smaak nog niet goed genoeg. Dan ga ik dit een beetje dik maken. Deze is aardappelzetmeel met koud water gemengd. En die ga ik er nu door de ketchupsaus heen. Dan wordt ze dik. Draaiend. Verroerend eigenlijk. Hoeft niet best draaiend te zijn. Dan wordt ze lekker dik. Die is lekker dik. Zo maken we gewoon in een restaurant in één keer heel veel saus maken en dan kun je heel veel gerechten, elke keer als er een gerecht komt, gewoon een lepeltje erin en dat is het. Ik heb hier een winterbeen, die ga ik eerst even schillen. Ik heb niet allemaal nodig hoor. Zo. Zo snij je de plakjes. En deze samen met de bamboeblokjes. Ongeveer evenveel. En dan kook je die. En dat is wat ik altijd gebruik in gerechten. Of in een restaurant heb je ook vaak die twee is van tevoren al samengemixt. Die gaat zo meteen koken. Water moet eerst even koken. En dan ga ik ook champignons snijden. En een beetje eruit. Ik heb eigenlijk deze stuk nodig, maar die ziet best wel vies, dus eerst even spoelen. Ik ben zelf gek op een prei. Vandaar dat ik ook een beetje veel gebruik. Maar voor mensen die er niet van houden, moet je gewoon niet zoveel erin doen. En een beetje gember, dat is altijd lekker. Water kookt. Deze twee mengsel erin. Beetje zout. En een beetje olie. Komt er zo mooier uit. Even die paprika ook al gelijk erin laten koken. Eigenlijk alles. Ik zie dat ik hier nog een rode ui heb. Het is ook een leukere voor de kleur, niet alleen voor de smaak. Zo. Weer een wokpan erbij. Beetje olie. Gember erbij. En nu de oshaas. Of diamanthaas probeer ik. Rode ui. Hier zo wat is die op te gelijken met deze erbij. We gaan ze bakken totdat ze bijna garen zijn.
Ja, buitenkant is al gaar, dus dan is het zelf goed genoeg voor mij. En groenten erbij. Ga ik niet zelfs liquid ketchup gehad. Nou, dat was het. En ik denk aan olie aan de eind. Ik heb zo'n idee dat bij mij heel veel groenten erbij zitten. Maar dat is gezond. Maar als je ongezond wil eten, minder groenten. Dat kan natuurlijk ook altijd, want jij gaat zelf koken en dit is mijn versie. Diamantgas in ketchupsaus. Hier is die, eet smakelijk! Tot volgende keer! Fijn dat je kijkt naar mijn video's. Dit zijn de originele recepten en je kan ze nergens anders krijgen. Door de recepten te kopen in mijn receptshop help je mij mee om dit YouTube kanaal mogelijk te maken. Wij kunnen het niet doen zonder jouw bijdrage. Vergeet niet, aanschaf van de recepten verplicht je niet tot het bereiden van de maaltijd.